We zitten nog steeds met de Victors op de airshow in Kokseide. Vandaag moet het team de demonstratievlucht repeteren. Jawel, moeten, want iedere deelnemer aan de airshow moet bewijzen dat de demonstratie binnen de veiligheidsvoorwaarden valt. Dit betekent dat Manu, Luc, Rick, Freek en Matthias alles tot in de puntjes moeten voorbereiden. Voilà, one is rolling. One second. Voor elke display doen we eigenlijk de display eens op de grond. Waarom is dat van belang? Dat is één, omdat de piloten zouden weten wat ze allemaal juist moeten doen. Twee, dat ik weet welke calls ik juist moet geven. En drie, zeker in voorbereidingen van nieuwe displays, zien we soms dat als we dat afstappen, dat we in conflict komen. Dan weten we dat we daar bijvoorbeeld aanpassingen moeten doen aan de display. Dus het is eigenlijk een volledige heropfrissing ook van de display voor de piloten, dat ze perfect weten wat ze in de lucht moeten doen. In de lucht mogen er geen vragen meer zijn. Om even in het jargon te blijven, de Victors doen vandaag een rehearsal van de display. Die rehearsal is een kopie van wat het team op de airshow zal uitvoeren. Kiosk mocht mee aan boord en kon zo de communicatie in de lucht meevolgen. Het is enkel teamleader Manu die iets zegt. Hij geeft de instructies aan de andere vier piloten. Zij volgen mij blindelings. Ja. Dus dat is eigenlijk het eigen aan formatievliegen. Ze moeten vertrouwen op de lead. De lead bepaalt en is verantwoordelijk voor de navigatie en de veiligheid van de display. Dus als ik een fout maak, als ik te ver doorvlieg of als ik te laag kom, in principe weten zij dat niet, want zij kijken niet op hun instrumenten. Zij kijken naar de formation lead of naar het vliegtuig waarop ze refereren. Dus zij kunnen dat zelf niet zien. Dus dat is de verantwoordelijkheid van de flight lead. De rehearsal verloopt nagenoeg vlekkeloos. Al heeft het team ook vandaag weer geluk met het weer. Voor morgen voorspellen ze regen met heel veel wind. En dat laatste is voor de Victors een probleem. We vrezen voor wat minder weer, voornamelijk wat meer wind uit het zuid-zuidwesten voor morgen. Dat zou betekenen dat het gevaar daarin voor ons bestaat dat we natuurlijk dichter aangedreven worden naar de displaylijn. Een lijn dat we absoluut niet mogen oversteken. Dus dat is iets waar we dan terdege rekening moeten mee houden tijdens de bochten om niet over die lijn te komen. Rick denkt nog niet te veel aan morgen. Doordat de airshow in Kokseide erg veel vliegtuigen naar de basis trekt, ziet hij zijn kans schoon om het vliegen met zijn andere grote hobby te combineren, het vliegtuigspotten. Voor mij is de airshow van Kokseide enerzijds al een hoogtepunt met de Victors, anderzijds een hoogtepunt van, voor de spotcarrière zelf. Dus iedere gelegenheid waarbij we een mooi vliegtuig kunnen mooi fotograferen, nemen we gerust mee. Ik ben meer een actietype foto. Ik neem graag een foto met wat meer actie, wat meer dynamiek in de foto. Of soms dan ook het anderzijds, iets meer artistiekere fotografie is ook altijd leuk. Dat je een bepaalde close-ups gaat nemen van een bepaald toestel die het static staat. Morgen is het de grote dag. Dan mogen de Victors zich bewijzen aan het grote publiek.